Schoonheidsspecialiste Els uit Oekenen werkt dit weekend nog haar laatste afspraken af. De nieuwe lockdown komt voor haar als een kaakslag. We hebben ons in alle hoeken geduwd om te zien hoe we eigenlijk coronaproof konden werken. We hebben daar heel veel in geïnvesteerd. In plexies, in nieuwe kledij, in wegwerpmateriaal. Het is pijnlijk. Het doet gewoon pijn op het moment, ja. Wat de steunmaatregelen betreft is het hier koffiedik kijken. Het is nog even aftasten wat ze gaan doen. Ik hoop dat ze ons niet laten vallen en dat ze geloven dat wij het ook wel goed gedaan hebben. Toch probeert Els er dit weekend nog het beste van te maken. Ze geeft daarbij voorrang aan klanten met diabetes. Ik neem inderdaad nu patiënten voor die het probleem van diabetes zijn. Dus die pedicures krijgen nu op dit moment alle voorrang. Dat vind ik belangrijker dan de rest. Omdat ook die mensen terug met ons 6 weken moeten afwachten tot we bij hen mogen komen of bij ons mogen komen om net die verzorging te doen. Na de lockdown zal het voor Els opnieuw een hele klus worden om haar klanten te overtuigen om opnieuw langs te komen. Begin december maakt de regering een evaluatie van de sluiting. De feestdagen zijn voor schoonheidssalons en ook voor kappers de drukste periode van het jaar.